Kijkers van Loek TV, goedemiddag en welkom weer bij deze uitzending. We zijn getrokken met de camera naar Broersveld 140 en dat is het nieuwe onderkomen van de historische vereniging Schiedam. Naast mij zit meneer Rosman, hij is voorzitter van die vereniging. Meneer Rosman, goedemiddag. Goedemiddag, meneer de Boer. Ja, een prachtig pand. We zijn net even al rondwezen kijken. Vanwaar deze verhuizing? Wij zitten al jaren met onze vereniging in het Hofje van Balois in de Regentenkamer. Maar daar kan je hoofdzakelijk vergaderen. Maar om te werken is het er nogal krap. En we hebben ook al wat spullen gekregen door de loop van de tijd. Dus we hadden ruimtegebrek. En we dachten dat op te lossen door in de binnenstad iets te zoeken. We zijn aan de Broersveld 140 terechtgekomen dankzij de medewerker van de gemeente Schiedam. Die ons dit ter beschikking stelt, deze ruimte. En in deze ruimte zien wij kans om iets van onze werkzaamheden te doen. Om het een en ander aan boeken en dergelijke op te bergen. Maar ook hebben wij de mogelijkheid om open te zijn hier voor het publiek. Zodat ze binnen kunnen lopen en hier iets kunnen zien. Eerst even een stukje geschiedenis. De historische vereniging Schiedam. Een vereniging die al lang bestaat. Wat doen jullie precies? Ja, in 1975 opgericht en we bestaan dus ruim 26 jaar. Wat wij precies doen is het uitgeven van ons tijdschrift, Schiedam, dat ziet u achter ons op het rek staan. Wij bewaken het, nou bewaken, dat is misschien een groot woord, maar wij kijken goed naar wat er met onze monumenten gebeurt in de stad. Dat wordt systematisch gevolgd. En er is geen enkele andere instantie, dan behalve de gemeente misschien, maar geen enkele andere particuliere instantie die dat zo systematisch doet als wij. En wij letten dus op wat er met onze historische binnenstad gebeurt. Ja. Het is een dankbare stad wat dat betreft, Schiedam. We hebben een aardig verleden op dat gebied. Betekent dat dat er voor jullie toch wel heel veel werk te doen is? Heel veel werk. Dat volgen van die monumenten. Elke keer worden er natuurlijk weer vergunningen gevraagd om iets aan te veranderen. Dan zitten we op het vinkentouw of om te slopen. En dan moeten we daar natuurlijk ook weer achteraan. Dat kost gewoon zeeën van tijd. Bovendien, wij hebben in 1980 al een boek uitgegeven, Bouwkundig bezit van de stad Schiedam. Waarin 1100 panden werden beschreven. Dat is nodig aan herziening toe. Een werkgroep is daarmee bezig. En er worden duizenden foto's gemaakt en panden worden opnieuw beschreven. Zodat we straks weer met een geactualiseerde versie kunnen komen. Dat zal wel even duren, maar daar wordt ook aan gewerkt. Ja. En staat jullie activiteiten nou zeg maar toch met de medewerking van het stadsbestuur zelf? Ongetwijfeld, als wij niet de steun daarvan hadden, dan zou dat een stuk lastiger zijn. Dan zouden we het natuurlijk toch wel doen. maar het zou een stuk lastiger zijn. En het is natuurlijk niet zo dat het gemeentebestuur van ons alleen maar gemak heeft. Want iedere keer als wij natuurlijk zitten te drammen dat een of ander pand behouden moet worden, ja, vindt men dat uiteraard lastig. Maar ja, dat is onvermijdelijk. Er zijn helemaal verschillen van belangen. Economische tegenover de historische. En ja, de economische belangen wegen soms heel zwaar door. En dat verdriet ons nogal eens een keer. Ja. Zoals alles in het leven kost dit soort zaken ook geld. Hoe voorzien jullie nou zeg maar in de centjes om al deze activiteiten te ontplooien? Ja, de reguliere activiteiten, zoals het uitgeven van een blad en dergelijke, worden voor het grootste deel, zeg maar voor driekwart zo ongeveer, uit de contributies betaald. De gemeente geeft ons ook een subsidie. Zo'n pand is dan aardig, wat u zegt. Jullie zijn hard bezig om het in te richten. Is het nou niet zo dat je dan eigenlijk zou moeten stellen dat zo'n pand eigenlijk zou moeten vervangen worden door een klein historisch museum in Schiedam? Ja, u haakt stiekem weg aan op een discussie die gaande is rond het Stedelijk Museum. En het Stedelijk Museum gaat zijn, als de voorstellen aangenomen zullen worden in de toekomst. Maar dan gaat het Stedelijk Museum dus splitsen. De collecties cultuurhistorie en kunsthistorie gaan dan uiteen. En zoals het er in het zogenoemde rapport Berenschot van anderhalf jaar geleden voor lag, dan werd de historische collectie opgeborgen en moest dan wel geconserveerd worden. Maar qua expositie zou er dan niet veel meer van terechtkomen.
daar zijn wij het als historische vereniging absoluut niet mee eens. Dan het pandje, want daar gaat het uiteindelijk om. U hoopt natuurlijk zoveel mogelijk Schiedammers hier aan te treffen. Mensen die op hun gemak kunnen komen kijken. Is het zo, als men hier een bezoek brengt, dat men zomaar kan rondlopen? Of zijn jullie daarbij, of medewerkers, om toch wat te vertellen? Wij zijn begonnen om elke zaterdag van 11 tot 4 uur 's middags, van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags hier te zijn. En dan zijn er medewerkers die eventueel iets kunnen vertellen waaraan iets gevraagd kan worden. Maar als men gewoon alleen maar rond wil kijken, dan kan dat ook. Want er is hier een flinke foto-expositie en daar zijn aardig wat plaatjes te zien over het Schiedam. Zo, kijkers, ja, als je weet waar het pand is, dan wil je natuurlijk ook even binnenkijken. Nou, u merkt dat. We hebben een aantal dingen geprobeerd te filmen. Natuurlijk zijn er nog zat zaken te bekijken, anders zou u niet meer hierheen moeten komen. Naast mij staat meneer Serlouis. Hij is vicevoorzitter, tweede voorzitter van de Historische Vereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een geweldig pand. We hebben even rondgekeken. Wat mensen zich dan altijd afvragen van, hoe komen jullie nou aan al die spullen? Ja, dat is eigenlijk een verhaal apart. We hebben bijvoorbeeld kranten, dat is al een keer verteld. Nou, ik ben vrijwilliger op het gemeentearchief. En ik kwam daar een keer, toen zat er nog op de Korte Haven. Ik kwam daar een keer boven, helemaal in de, op die zolder daar. En daar lagen allemaal soort boeken. En ik keek erin en toen bleken dat oude kranten te zijn. En ik gevraagd aan meneer de voogd van de Straten, die was toen fungerend archivaris. En die zei, ja, we weten eigenlijk niet wat we ermee moeten doen. Ik denk dat we ze verkopen, want we hebben, dat is eigenlijk de tweede set. Ja. Toen zei ik, nou, als jullie ze verkopen, verkoop ze dan maar aan ons. En beter is dat je ze nog een keer geeft, want dan kunnen wij daar het nodige uithalen. Heeft u nou de indruk dat er bijvoorbeeld bij veel oudere Schiedammers toch nog heel veel fotomateriaal ligt of anderzijds? Ja, die indruk hebben we wel. Het is alleen moeilijk om het te pakken te krijgen. Meestal is het zo dat, vooral ouderen eigenlijk moet je zeggen, die gaan hun huis opruimen. En dan, dan moet je dat eigenlijk weten. Als je het niet weet, dan verdwijnt het jammer genoeg toch voor in een aantal gevallen in een container. Dus eigenlijk naar aanleiding van deze uitzending zouden we de oudere mensen moeten verzoeken, als ze nog oude foto's hebben, oude voorwerpen, om toch even contact met jullie op te nemen. Ja, dat zou schitterend zijn als dat gebeurde, want daar moeten we het eigenlijk van hebben. We leven in een tijd van moderne communicatiemiddelen, van allerlei moderne spullen. Heeft u nou de indruk dat als we nou bijvoorbeeld naar die oude foto's kijken, hier in de vitrine, ja, als mensen hier binnenkomen dat ze zoiets hebben van, daar zou ik best wel een kopietje van willen hebben, om het maar modern te zeggen. Zijn dat soort zaken allemaal mogelijk? Nou, op het ogenblik nog niet, maar daar werken we wel naartoe. En dat kunnen we nu nog zeggen, op het ogenblik niet, want je kunt op het gemeentearchief vrijwel elke foto die ook hier ligt, kun je op het gemeentearchief bekijken. Daar hebben ze zeg maar 30.000 foto's. 20.000 daarvan die staan al op de computer, zijn gedigitaliseerd. En in overleg met degene die een foto wil hebben, kunnen we zeggen, nou, wij hebben hem, dus wij zorgen dat je een kopietje krijgt. En anders dan sturen we ze naar het gemeentearchief. Met andere woorden, laat de Schiedammers nu maar komen. Ja, laat ze zeker komen. Dus, ik denk dat, en dat merken we eigenlijk ook, dat de Schiedammers die hier komen, die staan verbaasd eigenlijk over wat er eigenlijk allemaal te zien is van de stad. En een van de dingen waar we erg trots op zijn is bijvoorbeeld die maquette die net al genoemd is. Meneer Louis, ik wil u bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik ga de kijkers thuis vertellen dat we zijn binnen geweest. We hebben het zelf gezien, maar dat is natuurlijk met een heleboel van dit soort zaken. We kunnen u alleen maar proberen enthousiast te krijgen en te van overtuigen. Want de historie van Schiedam, kijkers, dat is best wel de moeite waard. En u kunt het allemaal hier komen bekijken in dit prachtige pand op de Broersveld 140. Dit was Loek TV Schiedam. Graag tot de volgende keer.